Voordat we even gaan kijken naar wat je aan het doen bent, heel even over jouzelf. Jij bent conservator bij Beeld en Geluid, een van de organisatoren van deze serie. Maar je bent ook betrokken bij de Stichting Amateurfilms. En dat laatste vond ik eigenlijk wel heel interessant. Wat doen jullie eigenlijk bij de Stichting Amateurfilms? Nou, de collectie wordt... Het komt eigenlijk oorspronkelijk komt het van het Smalfilm Museum. En daarvan is de collectie overgedragen bij Beeld en Geluid. Maar we proberen nog wel onderzoek te ondersteunen, te helpen bij waar vragen zijn over amateurfilm of van alles. Het is een groepje liefhebbers die allemaal een eigen expertise heeft. Een paar onderzoekers, een paar filmers. Maar zijn jullie dan ook echt actief op zoek naar oude 8mm filmpjes? Of... Nee, de collectie aanboren niet meer via de stichting, wel via Beeld en Geluid, waar ik ook als conservator amateurfilm zit. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een home movie day wat we organiseren en waarin we mensen ook laten komen met filmpjes, zodat we ook kunnen kijken naar het materiaal samen met hen. En kom jij zelf uit de familie? Kijk, mijn eigen vader is fotograaf. Wij hadden vroeger inderdaad 8mm camera, dus we hebben fantastische beelden van 50 jaar geleden. Onze jeugd is ooit op vastgelegd. Kom je uit een familie van filmers? Nee. Ik heb ook maar heel weinig 8mm filmpjes. Gehoord ooit van mijn vader dat hij een camera heeft gewonnen of zo en daar filmpjes mee heeft gemaakt. Dus dat is heel weinig. Misschien daarom juist vind ik dat jammer. Maar ik heb zelf filmwetenschap gestudeerd en ik vind film zelf als historisch komt heel interessant. Dus. Nou, jij gaat direct wat vertellen over het project Verhalen uit het Hart. Ik stel voor dat we eerst even gaan kijken naar de video van Verhalen uit het Hart. Dan gaan we even de cadeautjes in de boodschappen van dit weekend. Ja, hè? Je kent mijn corona heen met elkaar. Ja, ja. En je kent een rustig brood. Dat vind ik heel goed. Ja, ja. Ja, gewoon een klein balletje en dan met de vijzel. En dan er doorheen gooien. Goedenavond. Hallo. Hallootjes. Oh ja. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, een optelling maken. Met een lat van 1,5 meter? We zijn aan het kijken hoe wij onze gasten kunnen verdienen met een afstand van 1,5 meter. Wij gaan hier naar buiten, wij gaan hier naar de lucht. Ik kan school bijna ruiken. Wow. En het duurt nog maar heel even, dan mag ik naar de klas. Met mijn vrienden samen leren. Wow. Ik moest om huilen. Toen kwam nog Inze. En wat hebben jullie toen afgesproken? Dat we vandaag alles mogen doen wat we echt helemaal zo vinden. We'll meet again. Don't know when. Don't know when. But I love we'll meet again. Some sunny day. Even. Ja, ik zie in de chat, excuses daarvoor dat sommige mensen wat hapering hebben zien in de video. Die echo helemaal aan het begin, dat was mijn schuld, want ik had mezelf dus mute op het moment dat de video speelt. Excuses aan iedereen. Valentine, wat zien we hier? We zien de beelden die op zich allemaal heel herkenbare scènes. Die dit jaar gebeuren, die we niet eerder gebeuren en nou ineens wel. Maar dit zijn geen scènes gefilmd door een documentaire ploegje. Dit zijn dingen die mensen hebben ingestuurd, als ik het goed begrijp. Vertel eens even.
Ja, ja, we hebben een campagne zijn gestart, Verhalen uit het Hart, waarin mensen hun materiaal, filmpjes kunnen inleveren en toesturen. Dat kunnen we op Vimeo laten zien, of als mensen daar voorlopig geen behoefte aan hebben, kan dat ook. En dat hebben we gedaan om de verhalen van ons burgers ook vast te kunnen leggen. Dus dat is wat je zegt, anders dan dat een filmmaker of een filmploeg op bezoek komt. Of je wordt geïnterviewd, maar dat het echt vanuit je eigen gezin of met je vrienden. Dat je laat zien hoe we leven nu in deze tijd. En wat voor oplossingen we er ook voor hebben. Dus een corona-etentje, wat ik dus ook had met vrienden. Ja. En wat gaat er uiteindelijk gebeuren? Nee, laten we eerst zeggen, iedereen kan dus insturen. Zijn er specifieke categorieën? Zo van, we hebben nu wel genoeg corona-etentjes en terug-zoet-scènes, maar we hebben nog helemaal geen X, Y, Z. Of sturen jullie het helemaal niet? Laten jullie gewoon iedereen insturen waar die zin in heeft? Nee, bewust niet. Bewust niet sturen. Want mensen moeten vooral insturen wat ze hebben en wat ze leuk vinden om te insturen. En daarna gaan we kijken wat interessant is voor selectie. En wie nodigen jullie uit om te sturen? Zijn jullie heel gericht aan het zoeken naar van, nou willen we de 13-jarigen even hebben die dingen insturen? Of we willen eigenlijk juist vanuit het bejaardentehuis ding hebben? Of is het gewoon open en je kijkt wel wat er komt? We hebben het redelijk open gehouden, ja, precies. Dus dan hopen we dat daarmee, ja, via nu.nl en dat soort dingen. Dus dat is vrij breed, hè, die doelgroep daar. Hopen we best wat binnen te krijgen. Hoeveel is er nu binnen? Hoeveel bijdragen zijn er? 80, geloof ik. Dus mag nog meer. Er mogen er nog 10.000 bij. Er mogen er nog 10.000 bij. Er mogen er 1 miljoen binnenkomen, of niet? Ja, nou ja, ik weet niet of we het dan kunnen verwerken. Maar er mag wel wat meer bij, zeker. Zeker. Ja. Maar ik vind dit ook wel mooi. Hè? Ik bedoel, als we kijken gewoon naar, als je daar gewoon een mooie collectie hebt, wat representatief is voor deze tijd, dat is natuurlijk gewoon belangrijk. Oké, okay. Ik zag dat er ook in Amsterdam, het Historisch Museum is volgens mij ook een soort actie begonnen. Hè? Die willen ook die gaan meer op de beelden gericht volgens mij, om daar een soort digitale expositie van te maken. En ik neem aan dat jullie, de zusterinstituten van Beeld en Geluid wereldwijd, ook bezig zijn met het verzamelen. Is er een soort internationaal netwerk gaande van mensen die dit soort video's aan het opnemen zijn? Niet per se video's, maar zijn zo internationaal is iedereen wel bezig met de corona-collectie of corona-erfgoed aan te leggen, om het zo te zeggen. Dus ik weet dat internationaal voor websites dat bijvoorbeeld gaande is. Dus dat werkt via een internationaal netwerk, waarin gekeken wordt wat voor websites moeten we nou vastleggen. Ook nationaal doen we dat. Nationaal niveau zijn er via netwerk Digitaal Erfgoed zijn er behoorlijk wat initiatieven van ook andere archieven die collecties aanleggen, waaronder ook dus het Amsterdam Museum. Maar ook het Stadsarchief, geloof ik, Amsterdam. Dus ja, er zijn verschillende initiatieven inderdaad. Ja. Ik kijk even of er in de chat is de interactie. Dank jullie overigens allemaal voor de onderlinge interactie. Want iedereen helpt elkaar een beetje mee met wat technische hiccups. En volgens mij, even kijken, ja, er zijn 100 mensen online. Dat is hartstikke veel. Er zijn er al bijgekomen inmiddels. Wie heeft een vraag? Nu is een goed moment voor een vraag. Want ik kijk naar het scherm, ik kijk naar de chat en ik hoor graag van jullie. Kijk, ja, Rachel de Witte is aan het typen. Kijk, sorry Rachel dat je naam niet meteen hoeft. Dan kan je niet meer ophouden met typen. Nou moet die vraag wel komen natuurlijk. Oh, ja, hoe gaat dat met auteursrecht en privacy? Van wie zijn die video's? En wat mogen jullie er allemaal mee doen? Want misschien willen we wel niet over 10 jaar in een commercial voor het corona-jubileumfeest zitten. Nee, volgens mij de auteursrecht behouden de makers zelf. En ze geven toestemming voor een licentie eigenlijk voor gebruik van het materiaal. Dus ik denk, eerlijk gezegd ben ik niet helemaal zeker, ik denk niet het commercieel gebruik dat ze daar toestemming voor geven. Je kan ook kiezen voor Creative Commons licentie, dan wordt het nog vrijer gezet. Maar dat is een optie die je erin kan nemen, dat hoeft niet. Okay. Maar je doet geen afstand van je rechten. En privacy, ja, ik heb het zelf twee ingestuurd. Ja, ik zag het. Ja. Ik heb het gewoon rechtstreeks bij mijn vrienden en mijn buren natuurlijk gewoon eerst gevraagd en gecheckt. En het probleem met jullie mee worstelen is natuurlijk een probleem van deze hele tijd.
je weet niet waar je ja tegen zegt als je eenmaal digitaal ergens opgeslagen bent. Maar ik denk dat mensen het ook heel leuk vinden. Het is natuurlijk wel leuk als ze in de nationale collectie zitten. Dus ja, een voordeel. Ja, de vraag van Rachel is, kun je je video nog roepen als je later spijt zou hebben? Ja, ja, ja zeker. Dat gebeurt. Kijk, wij zijn natuurlijk daar niet heel altijd het happig op dat iedereen maar voor alles weer terugroept. Ja. Maar mocht daar iets zijn en je hebt daar een reden toe, natuurlijk. Ja. Dan kan je dat weggeven. Ja, we zijn laatst uitgegaan, happy video weer weghalen, dat soort dingen. Er gebeuren altijd dingen in de mensenleven. Ja, we kunnen ook niet zo zijn van nu heb je het eenmaal gegeven en er is niks meer mogelijk. Angel of Angel zegt van ja, die video van net is toch ook een commercieel reclamemiddel. Ik vermoed dat Beeld en Geluid is een non-profit instituut, dus er wordt geen geld mee verdiend. Dat is eigenlijk... commercieel. Nee, en die video net, die heb ik echt alleen maar eigenlijk voor dit in elkaar gezet. Hè? Dus maar sowieso voor promotiedoeleinden voor deze campagne mag het wel. Dus ja. En dat is dit dus ook. Ja, en uiteindelijk komt er waarschijnlijk een hele expositie tv-programma. Nou ja, we gaan gewoon kijken wat het oplevert en dan gaan we de volgende stappen zetten. Dus ja. Okay. Ja. Kijk, is er nog een laatste vraag uit het publiek? Dames en heren, grijp uw kans. Nu kan het nog. En anders zou ik zeggen... stuur allemaal iets bijzonders in. Weet je? Ja. En iets wat er nog niet al is. Want die hebben we nou... Ja, iets ja. Dat was ja, ik dacht nog wel wat interessant is. Dus dat het nu... komen we in die 1,5 meter maatschappij. Dus dat ook interessant is. Om te zien hoe wij er langzaam uit die lockdown weer kruipen. En ja. Hoe we daarmee omgaan. Dat is nu wel interessant om nog meer op te verwerken. Nou, ontzettend bedankt. En ja, heel fijn. Ja, in de chat wordt even meteen doorgegeven, privacy statement, de website van Verhalen uit het Hart, perfect. En je kan ook nog, kijk eens op dat scherm, zie je daarboven zo'n QR-code staan. Als je nou contact wil maken met Valentine, dan richt je even je telefoon erop, met je LinkedIn app. En dan heb je meteen rechtstreeks contact met Valentine. Dus, super, dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké. Okay.